Zijn jullie van plan om nog een vestiging te openen? Dat we niet meer een moeder-dochter goede relatie hebben. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om samen te werken? Genoeg ideeën in ieder geval. Soms denk ik echt van kapper er gewoon mee. Eigenlijk wilde ik met jou heel even terugblikken naar het event. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Deze keer een Q&A met mijn moeder en gaan jullie de afterclip zien van het event. Ik heb via Instagram gevraagd of jullie vragen aan ons wilden stellen. Dus er zijn heel veel vragen gesteld. Ik heb een selectie gemaakt. Dus we gaan gewoon gezellig beginnen. We gaan lekker kletsen. Yeah. Even kijken. Ik breng hem ook in beeld trouwens, dus dat kunnen jullie met ons meelezen. Lees jij maar. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om samen te werken? Nou, eigenlijk is dat heel spontaan geboren, want... We hebben er niet voor gekozen. We hebben er niet voor gekozen. Deli is er gewoon eigenlijk bij ingegroeid, als het ware. Die was heel klein. Toen dacht ze echt, ik heb helemaal niks met dit vak. Nee. En toen dacht ik, hey, shit, dat zou toch wel erg zijn als ik dit, waar ik al die moeite voor heb gedaan, niet voor kan zetten. En toen hebben we eigenlijk Deli gewoon een beetje gepusht. Van ga nou eens met ons stage lopen. Het geluk was dat ik had wel gekozen voor tandartsassistent. En ik was ook één dag gaan meedraaien, maar ik vond het helemaal niks. En die tandarts en voor toen, je, en was toen, dat was mijn geluk. Jij knapte af die tandarts. Vreselijk, al die monden van die mensen. Ik vond het echt. En toen vertelde ik van ja, het is hartstikke medisch bij ons. Misschien, je hebt gewoon een verkeerd beeld. Jij had alleen maar wachtende mensen op de gang, een beeld van epileren. En dat, maar dat was natuurlijk al helemaal niet zo. Nee. Maar ze konden natuurlijk nooit meedraaien in de praktijk. Nee. Nee, dus toen ben ik de opleiding maar gaan doen. Niet overtuigd, maar toen kwam ik in de opleiding en toen dacht ik, wauw, dit is helemaal geweldig. Even voor jullie beeldvorming. Het is hier 28 graden en wij sterven. En vandaar deze glimmende gezichten. We hebben wel een klo, maar volgens mij is dit wel extra klo. Echt heel erg. Echt, het is hier woe. Zijn jullie het altijd met elkaar eens? Of is er ook wel eens oneenigheid? Zullen we maar gewoon heel eerlijk zijn? Nee. Nee. Wij hebben nooit oneenigheid. Nee, nooit. Nee. Dat is altijd roze geur en maneschijn. Nee, we gaan heel eerlijk met jullie zijn. Dat kan ook niet. Dat gaat ook niet. Ik denk dat niet met het bedrijf, toch? Nee. En als op de werkvloer thuis. Sorry. Dit is dus het probleem van mij en mijn moeder. Net zo vaak als jullie dit tegen mij zeggen dat ik iemand nooit laat uitpraten. Wij hebben dat dus alle twee. Dus we gaan de hele tijd door elkaar heen praten. Oké, begin jij. Oké. Nee, zakelijk gezien, dat gaan we ook echt zakelijk doen. Dan zijn we ook echt van, jij komt met een argument, ik kom met een argument. Ik denk dat dit de ook echt zakelijk is, zakelijke vraag. Ja, precies. En dan is het gewoon wel soms hard to get. Maar ja, dat kan ook als familie, want je draait ook weer heel snel bij. Je bent ook weer heel snel boosheid vergeten. Dat heb je normaal met werknemers natuurlijk niet. Nee, dan ben je meteen boos. We kunnen veel meer van elkaar hebben. Maar en wel om elkaar scherp te houden, toch? Ik denk dat het ook ergens onze kracht is. Ja. Dat we heel straight tegen elkaar zijn. En dat doordat dat zo opvlamt, dat er dan toch een goed idee uitkomt. En dan is het eigenlijk wel weer een succes. Ja. 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 Dus eigenlijk. Het heeft het voor. Oh my god. Nee. Dat komt dus dat we bloedverwanten zijn. Oké, mag ik nog één ding zeggen? Ik zeg niet. Dat is dat het ook een nadeel heeft dat je dus heel snel wat zegt tegen elkaar. Omdat het kan. Omdat het je moeder is en ik haar dochter ben. En dat zorgt heel erg voor oneenigheid. Omdat je met een compagnon ga je inhouden. Dan denk je, nou, laat maar gaan. Maar hier is het echt meteen... Ja, want ik zal dit nooit van een werknemer accepteren. Dan had ik al 6 miljoen keer ontslagen. Oh, hoor dat nou? Ik was al 6 miljoen keer grapje. Oh, deze is wel leuk. Zijn jullie van plan om nog een vestiging te openen? Ja, vertel jij het. Ja. Nou, we willen zoveel. Dat is het probleem. Ja. We hebben nog 1001 ideeën die we willen uitvoeren. Ja. En een vestiging openen. Het is niet zozeer dat we waarschijnlijk een vestiging van onszelf gaan openen. Maar we hebben eigenlijk het idee om andere salons op te gaan leiden. Om een onderdeel te zijn van ons. Ja. Waardoor we ook meer de wachtlijsten kunnen plaatsen in een gebied waar jij woont. Dus dat we weten dat je in goede handen bent. Dat wij de controle erop houden. Dat ze meegaan in onze innovativiteit. Het is eigenlijk een franchise situatie. Een soort van. Ja. Maar dat is we moeten allemaal nog uitwerken. Ja, dat gaat zeker nog heel lang duren.
En we glimmen steeds meer. Ja, ik heb... Het is echt erg. Deze is ook leuk. Is jullie band sterker geworden door het samenwerken? Ja, weet ik niet. Ik denk eerlijk gezegd, mogen we heel eerlijk zijn? Ja, we moeten heel eerlijk zijn, want dat is, dat doen we altijd. Ik denk eerlijk gezegd dat het ook wel heel veel, het klinkt even heel heftig, maar ook wel heel veel kapot heeft gemaakt. Ja. In de zin van, je wordt zo zakelijk naar elkaar, omdat je hier met 18 man personeel heel zakelijk moet zijn om het te runnen. Dat je ook privé, kijk, wat zien wij nou elkaar nog privé? Nou, dat lijkt de ellende, maar... Dat is wat ik het ook het meeste mis. Gaan we ook even meteen online gooien. Ja. Is dat we niet meer een moeder-dochter goede relatie hebben. Omdat je eigenlijk heb je te weinig nog om over zakelijk te praten op het werk. Ja. Omdat we allebei op andere stukjes werken. En dan wil je privé, ga je nog weer over zakelijk praten. Ja. En daardoor missen we heel veel privé. En, ja, en als we privé zijn, dan zijn er twee hele drukke jongens bij. Ja. Die de aandacht willen van oma en van mama. En dan heb je nog steeds niet de mogelijkheid om goed te praten. Dus vaak... Weet je hoe lang het geleden is dat wij geshopt hebben? Ja. Nou, ik denk bijna begin huwelijk. Dus dat is alweer 5 jaar geleden. Ik mis dat zo erg, jongens. Echt mijn dochtertje. Mis ik echt. Nee, maar ja, het staat heel erg. Mag ik zeggen dat we er wel aan gaan werken? Ja, afgesproken. Nee, maar dat we dat ook echt hebben een afspraak voor hebben ingepland. Ja, dat gaan we, die gaan we echt nakomen. Ja. Ik denk dat het goed is om ons wel, want het lijkt allemaal, hè, er was ook één vraag, die heb ik er niet in gedaan. Waarbij jullie vroegen, hoe is het om met je moeder succesvol te zijn? Die heb ik er bewust niet in gedaan, omdat wij kunnen er op dit moment helemaal niet echt van genieten. Nee, nog omdat onze relatie er wel onder is gaan leiden. En... daar gaan we dus nu aan werken. Hoe lang bestaat Delia Skin Clinic eigenlijk? Nou, die kan jij wel mooi beantwoorden. Nou, uit 97, hè? Uit 1997. Dus 21 jaar nu. Weet je, als je ouder wordt, dan kan je niet voorstellen dat die tijd... Je weet het niet eens waar de tijd gebleven is. Tak. Nee, het is echt, echt bizar. Ja. Hoeveel broers en zussen? Ja. I'm lonely. Only. Helemaal alleen. Jongens, dat is ook de keerzijde van succes. Want ik heb zo hard moeten werken om dit op te zetten. Ja. Het ook te kosten van, wel als een klein kindje, dat het ook wel is. Hè? Dat je heel veel bij papa was. Heel veel zelfstandig alleen. Weet je, papa werkte natuurlijk ook. Ja. Dus tussen de middag uit school, alleen naar huis. En dat heb ik niet als negatief ervaren hoor. Maar ik ging wel daardoor heel veel eten bij andere kindjes. Omdat die mama dan altijd thuis was, weet je wel. Ja. En af en toe overblijven op school. Ja. Nou ja, dat vond ik wel vreselijk. Ja. Dus ik was heel blij dat ik op een gegeven moment de leeftijd kreeg om alleen naar huis te gaan. Gelukkig woonde ik letterlijk tegenover de school. Dus ik kon ook heel makkelijk lekker alleen naar huis. Maar dat is wel... En dat is dus ook waarom ik zo spastisch ben met mijn kinderen. En als ik vrij ben, dat ik ook van allerlei leuke dingen met ze wil doen. Niet dat jij dat niet deed, maar omdat ik het altijd me schuldig voel tegenover mijn kids. Ja, maar niet dat ik me vroeger niet schuldig voelde. Nee, dat bedoel ik niet. Okay, maar dit is wel omdat ik weet... hoe het is als een moeder veel werkt, heb ik wel zoiets van, oh, dat mogen we niet merken. Terwijl ze het wel gewoon merken, maar natuurlijk. Ja, een beetje spastisch ben ik daarin. Dat is altijd de keerzijde. Ja. En dat moet iedereen die een onderneming wil beginnen echt goed realiseren. Ja. Maar je hebt in het leven altijd opoffers. Ik bedoel, als je 5 kinderen hebt, kan je de oudste ook niet veel aandacht geven. Nee. En die loopt ook alleen alles goed, daar verschillende meningen over. Want er zijn heel veel mensen die dan... erop afgaan van dan had je niet voor je onderneming moeten kiezen. Maar ik vind dat niet eerlijk dat gezegd wordt. Want in principe, wij hebben altijd de mogelijke moeite gedaan om te zoeken naar balans. Ja. En ik denk dat heel knap, even heel arrogant gezegd, gelukt is. Ja, dat is toch echt beter dan dit konden we denk ik ook niet doen. Zeker. Wat vindt een moeder de mooiste eigenschappen van jou? Nou, de ongelofelijke doorzettingsvermogen. Echt een ondernemingsvermogen. Dat vind ik zo leuk. Heb ik dat. Want dat vind ik echt zo leuk. Dat hebben we er echt een beetje in moeten pompen. Ja. Want Delia was echt vroeger een heel stil teruggetrokken meisje. Die echt niet het gesprek aan het muisje. Echt. Ja, echt. Ik durfde niet eens iemand aan te kijken. Ik was zo verlegen. En ze nemen nog wel eens kwalijk dat ik echt overal vooruit schoof. Ik doe er gewoon echt. Je gaat er naartoe. Ja, hele strenge moeder. Toen dacht ik dat. Ja, toen dacht je dat. Ja. Maar ik denk anders had je nooit zo ver
hierin gekomen. En nu slaat ze af en toe door. Ja. Nu moet ze de rem erop gooien en denk ze, wat heb ik gedaan? Wat heb ik ontwikkeld? Nee. Nee, maar ze kan nu echt super. Vroeger was ik, was echt een onderhandeling. Hè. Moest ik altijd natuurlijk, deed ik alles alleen. Dus was het echt, ook nog zonder computers en dat soort dingen. Yeah. Was echt super onderhandelen met mensen. En dat kon ik ook wel heel goed. En dat heb je echt helemaal, dat zit gewoon erin gegoten. Het is bijna nu soms dat jij zegt, nou, deel niet zo hard. Weet je echt hoor. Als ik zakelijk ben, ben ik heel zakelijk. Maar dat heb ik wel van jou. En ik merk wel dat nu jij zeg maar, dat als je ouder wordt, dat wel minder wordt. Ja, dus die periode heb ik nu. En iets zachter wordt jij. Ja, maar je gaat de verhoudingen zien. Dat je tegenwoordig ook ziet. Dat als je te hard tegen mensen bent en te zakelijk. Dan krijg je de omgekeerde wereld. Dan worden die mensen ook naar. Ja. En dan zei als je zegt van ja, maar ik sta op deze service. En en je gaat keihard tegen iemand in. Nou geloof me, die krijgen natuurlijk zo'n bloed. Ik ben wel van mening dat je tegenwoordig veel harder moet zijn om op je strepen te staan. Want echt iedereen loopt over je anders over je. Ja, dat was vroeger ook wel zo. Maar je moet die verhouding. Je moet precies die verhouding vinden. Zijn jullie van belang om altijd door te gaan met Delia Skin Clinic? Nee, we kappen ermee. Nou, eerlijk, mogen we even heel eerlijk zijn. Dat zeg ik wel bij elke vraag. We zijn gewoon eerlijk. Zijn jullie van belang om door te gaan? Soms denk ik echt van, we kappen er gewoon mee. Zoveel vermoeidheid, zoveel stress, zoveel ellende af en toe. Want een onderneming is toppunten en dieptepunten. En bij die dieptepunten denk je heel vaak van, Maar ik zet me dan zelf heel gauw weer in resetting. Zo van, je hebt dat met alles. Dat heb je ook met banen, met relaties, met huizen kopen, geld zorgen. Anders hadden we misschien heel veel geld zorgen gehad en dan moet je daar weer vervelen. Maar droom je er niet wel eens van om te denken van, was ik maar één van die meiden die naar huis reed en er niet meer aan hoefde te denken tot morgenochtend? En dat je niet s'nachts in je bed nog gauw wat oploopt te schrijven, dat je het niet moet vergeten. Ja. Maar ik vind wel, ik maak me zorgen meer voor jouw toekomst dan voor mij. Want jullie zetten het allemaal voort. En dat is voor mij echt een heel fijn gevoel. Dus maar jij hebt twee jongens. Ik heb geen meisje. En ik denk krijg niet... Krijg ik nu vrij brief om door te gaan? Ik denk dus niet dat die jongens dit voort gaan zetten. Dus En dat wordt wel lastig. En dan zal er op een gegeven moment ooit, als je... Verkopen. Tegen de 60 of 70, dat als het wereld zo mag zijn, hè, dat het dan doorgaat. Inshallah, dan moeten we dat kijken. Hoe omschrijft u de ontwikkeling van de kliniek sinds Delia aan het vloggen is? Nou, explosief gegroeid natuurlijk. Het leuke is vanaf het moment... We zijn nu een jaar bezig. Ja, precies. Een jaar. Iets langer. Ja. Ja. Ja, en dan zie je het verschil tussen even een advertentie op je website of op toen de tijd was Facebook. Krant en het Facebook is zo ontzettend veranderd in korte tijd. Hè? Ja. Als je de wereld bekijkt in 1-2 jaar. Het is echt veranderd. Ja. Maar mooi veranderd vind ik wel. Ja. Er zit ook een negatieve keerzijde natuurlijk aan. Dat je ook heel veel negativiteit over je heen krijgt. Wat mij altijd heel zwaar valt. Ja. Dat weet mijn moeder. Ja. En, maar ik mag echt niet klagen, want 99% van jullie reacties zijn altijd super lief. Ja. En jullie zijn echt mijn aanhang en dat vind ik zo, dat maakt me sterk. Dat heeft mij ook qua persoon ontwikkeld. Maar dat neemt niet weg dat als mijn moeder een advertentie in de krant zet, dan krijg ik geen tegenreactie. Alleen van de mensen die het leuk vonden. En nu, ik voel me heel erg betrokken, dus ik lees ook alles. Ik kan niet op alles reageren, maar ik lees wel alles. En dat raakt je gewoon als iemand gewoon negatief over. Nou, ik heb het zondagochtend nog om 7:30 had ik de vlog gekeken. Ik zag dat heb ik nog even snel gereageerd. Ja. Jongen. Ja, mensen maken zo'n oordeel meteen van je. Dat is zo jammer, weet je. Maar goed. En hoe naar ze dat schrijven. Maar goed, heel veel lieve meesten. Ja, meest is gewoon zeker. Heel lief. Echt heel lief. En, als iemand... bijvoorbeeld denkt dat het wat anders moet, kunnen ze beter zeggen van, goh, ik zou graag met jou eens willen overleggen. Ja, en diegene kan me ook privé benaderen om te overleggen van, nou, maar waarom hebben jullie dan gekozen voor IPL, even een voorbeeld, en niet voor laser? Nee, deze mevrouw ging meteen een oordeel leggen over waarom we voor IPL gekozen hebben. En dan denk ik, maar heel op een nare manier. Ja. Maar we gaan niet te lang in de negativiteit hangen. Laatste vraag voordat we naar de clip gaan. Zijn er nog uitdagingen voor jullie bedrijf? Zo ja, welke, als ik vragen mag? Nou, zo
eigenlijk, zoals we net al bij een andere vraag vertelden, 1001 ideeën. Ja. Echt. Te veel. Te veel en te weinig tijd. Wat die ideeën allemaal zijn, dat gaan jullie de loop van de tijd allemaal meemaken. Ik denk dat we daar niet te veel over willen vertellen, omdat de ideeën nog uitgewerkt moeten worden. Maar genoeg ideeën in ieder geval. Ja, zeker weten. En eigenlijk wilde ik met jou heel even terugblikken naar het event. Want de clip is eindelijk af, de afterclip. Ja. En wat vond je van het event? Nou, buiten verwachting leuk. Ja, echt, weet je. We hebben best al heel veel ervaring op allerlei gebieden van events en alles. En er gaat er altijd wel wat mis. En er zijn in dit geval kleine dingen wel misgegaan, maar niemand merkte dat. En dat vond ik eigenlijk zo geweldig. Ja, en niemand vond het waarschijnlijk zo erg als ze het gemerkt hebben dat er is niks over gezegd. Nee, er is gewoon niks. Er was niks naars verteld. En ik ben zo dankbaar. Het was zo gezellig. Ja, en zoveel leuke mensen. En het was zo'n leuke sfeer dat ik denk dat het voor jou ook mag spreken, dat ondanks zoveel stress en drukte en paniek en regelen, blablabla, dat we zo genoten hebben. Ja. Zelfs toen we deze praktijk af hadden, deze kliniek, hebben we niet zo genoten als die avond van het event. Nee, ik denk echt dat toen pas eigenlijk tot je doordrong van, dit is het. Ja, het was echt heel bijzonder. Want dit filmpje wat jullie nu gaan zien is 1,5 minuut. Nou, ik zal je vertellen, ik heb zelfs echt bij dat filmpje, hè? Ik heb meteen een brok in mijn keel en tranen. Die muziek die het ook doet en... Nou, het was gewoon geweldig. Ik had het filmpje wel 5 minuten willen hebben. Maar en goed, alle meiden stuk voor stuk. En mannen die er waren. En gezelligheid. En de influencers die er allemaal waren. Het was een en al gewoon geslaagd. En alles zag er tiptop uit. Een paar verbeterpuntjes. Is misschien wel leuk om met jullie te delen. Was dat ik vond dat de kleuren van het event iets meer... Het moest een beetje Delia-stijl worden en het moest iets meer pastelachtig. Dit kleurtje, dat zandachtige. Het was te hard. Ja. Het was een beetje... Maar viel uiteindelijk niet op. Nee, omdat... Kijk, toen we het in het begin, toen dachten we... Oh, wat erg, dit is zuurstokkenroze. En het lijkt wel een trouwerij. Of een geboorte. Baby shower. Maar toen alle mensen er ook waren... Toen viel dat helemaal weg. Maar dat zijn wel verbeterpunten. Ja. Dan hadden we wel echt zoiets van... Oh nee, dat volgend jaar als we dit weer gaan doen... Of iets in die trant... Dan moeten dat wel andere kleuren. Maar je krijgt wel heel veel ervaring in. Ja, zeker. En één dingetje was dat we niet tevreden waren over de catering. Nee. Dat was echt, vond ik, een blamage. Ja. Maar ja, goed, je weet, we hadden gewoon te kort tijd om alle hapjes te proeven en te zien. Ja, dat weet Als je dat hoort sushi, dan denk je sushi. En dan, dat was een beetje een tegenvaller. Maar goed, dat ligt natuurlijk aan die bedrijven en aan die cateringen. En daarnaast heeft Pluk Event het echt tip-top neergezegd. Ik kan iedereen aanraden die een bedrijf heeft en die een event eventueel wil organiseren, dat ze dat in samenwerking met Pluk Event doen. Want wij hebben er echt op het laatste moment wel zorgen van gehad, maar niet zulke erge zorgen dat we het zelf moesten organiseren. En ze had korte tijd. Hè. Als wij gewoon een half jaar of een jaar de tijd hadden gehad, zoals we nu voorbereiden voor een ander iets leuks wat eraan gaat komen. Kijk, dan kun je alles... inderdaad, jongens, als je ooit wat regelt, ga proeven. Ga kijken naar alles de kleuren. Alles bekijken. Weet je, zo'n loper. Kijk naar de kleuren. Alles moet je echt, dat is echt heel nooit belangrijk. Aan het lot overlaten. Nee, zeker. Zelfs je ballonnen, kijken naar de kleuren. Past die bij de taart? Weet je, de foto. Dat alles. Hadden we ook, hè? Of het kan ook zijn dat wij gewoon zo perfectionistisch zijn. Maar wil je iets moois neerzetten, kijk daar dan echt goed naar. We gaan jullie gewoon de clip laten zien. Ik wil wel nog even een shout-out maken naar het bedrijf Resolvation. Want die heeft deze clip gemaakt. En ik kan je vertellen, het is met drones gegaan. Ja. Deze yoga kan echt filmen. Dus ik ga hem ook inzetten voor de hoofddoekenlijn die er natuurlijk over een aantal weken aankomt. En we gaan een hele mooie clip opnemen met hem voor de praktijk. Dus zodra er een nieuwe website aankomt, wordt die ook gelanceerd. Gaat allemaal super gaaf worden. Heel veel plezier met kijken naar deze clip. Yes. Wij zijn er heel trots op. En ik vraag me af, vinden jullie het leuk als ik vaker met mijn moeder samen een video opneem? Nee. Kom niet meer uit mijn woorden door de warmte. Kan je hier ook? Praat er niet meer door elkaar dan. Nee. Dus laat even weten in een comment. En ik zie jullie volgende week weer met een gewone weekvlog. En tot volgende week. Yes. Doei! Doei.